Niet één, maar twee nieuwe gezichten voor onze camera afgelopen week in het kantoor van Toon Gerbrands. PSV Vrouwen versterkte zich met twee nieuwe speelsters en zij stellen zich maar al te graag aan u voor. Ik ben Romee Luichter, ik ben 18 jaar, ik ben aanvalster. Ik ben Lisanne Alkmade, ik ben 16 jaar, ik ben keepster en ik speel op dit moment bij CTO Eindhoven. Ja, en je bent vanaf volgend seizoen speelster van PSV. Kun jij eens vertellen hoe een bijzondere dag het voor jou is vandaag? Ja, heel bijzonder. Ik vond het wel heel spannend vandaag, maar ik ben blij dat dit is gebeurd en ik ben blij dat ik vandaag hier mag tekenen. Het is een hele mooie dag, zeker om op zo'n mooie stap te maken op dit moment. En ik denk dat het voor mij heel goed is voor mijn ontwikkeling om nu deze stap te gaan maken. En ik ben natuurlijk super blij dat ik deze kans nu krijg. Ja, je bent nog heel jong en toch maak je deze stap. Wat betekent dat voor je persoonlijke leven? Ik denk dat het voor mij in ieder geval een hele mooie stap gaat zijn. En voetballend gezien is het natuurlijk een heel mooie stap om te gaan ontwikkelen. En voor mezelf, mijn leven draait al om voetbal. Dus op dit moment is het eigenlijk go with the flow. En eigenlijk een beetje hetzelfde zoals het eigenlijk altijd nu is geweest. Nou, ik ben begonnen bij Schinveld. Dat is een club uit mijn dorp. Toen ben ik 2 jaar naar BSV Limburgia gegaan. En vanuit daar heb ik de stap gemaakt naar CTO Eindhoven en daar heb ik dus nu 3 jaar gespeeld. Ja, en je kent ook al wat meiden, hè, binnen PSV. Kun je eens vertellen wie dat zijn en hoe ze jou een beetje lekker hebben gemaakt om deze overstap te gaan maken? Ja, Janou, Kaylee en Naomi, die ken ik. En met Janou heb ik wel veel contact. Ze zit ook bij mij op school, dus die spreek ik regelmatig wel. Ja, wat waren haar verhalen over PSV? Waarom zeiden ze van, nou, jij moet echt bij PSV komen spelen, dit gaat de club voor jou zijn? Ja, nee, Janou is heel positief over PSV en het is een goede ploeg met aanvallend voetbal. Dus ze dacht wel dat ik hier bij zou passen. Kun je eens vertellen wat het voor periode moet gaan worden, jouw PSV-periode? Als je een ideaal plaatje mag schetsen, hoe gaat het eruit zien voor je? Hoe hoop je dat het eruit gaat zien? Ik hoop dat ik veel minuten mag gaan maken natuurlijk. En al is dat bij jong PSV als bij PSV 1 natuurlijk een mooi, denk ik volgend jaar een mooi begin. En voor de rest, denk ik, hoop ontwikkeling doormaken. En tussen al die ervaren speelsters gaat dat zeker lukken, denk ik. Voor mezelf wil ik natuurlijk heel veel spelen. Veel minuten maken, doorontwikkelen. En natuurlijk kampioen worden en de beker winnen. Dat zou wel mooi zijn.